Hallo, wist u dat jaarlijks zo'n 500.000 jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België? Deze neerleggers hebben drie mogelijkheden. Het importeren van één of meerdere ZIP- of XBRL-formulieren. Een neerlegging doen op basis van een PDF-formulier. Het opmaken van een nieuw aangifteformulier. In deze instructievideo leggen we stap voor stap uit hoe u als neerlegger een aangifte kan doen op basis van één of meerdere ZIP- of XBRL-bestanden via de filing-toepassing van de Nationale Bank van België. Eerst moet u verbinding maken met de filing-toepassing. Als u filing voor het eerst gebruikt, is uw persoonlijke ruimte nog helemaal leeg. Op het beginscherm kan u meteen kiezen voor importeer één of meerdere ZIP- of XBRL-formulieren. Als u daarentegen al eerdere neerleggingen hebt gedaan, klikt u bovenaan op uw scherm op Nieuwe neerlegging. Vervolgens kiest u voor Importeer één of meerdere ZIP- of XBRL-formulieren. Selecteer de bestanden via de browse-functie van uw computer en klik op Importeren. Als u wil, kan u een label toevoegen om geïmporteerde bestanden makkelijk te herkennen via de persoonlijke ruimte. U kan maximaal 50 bestanden importeren. Rechtsonder op uw scherm verschijnt een bericht dat het importeren bezig is. Als het importeren helemaal voltooid is, verschijnt een tweede bericht XBRL import completed. Zodra het importeren voltooid is, wordt u automatisch doorgewezen naar uw persoonlijke ruimte, van waaruit u allerlei acties kan ondernemen. U kan bijvoorbeeld het validatierapport raadplegen, dat beschikbaar is via de drie verticale stippen rechts van het geïmporteerde formulier. Dit validatierapport toont eventuele fouten die moeten worden gecorrigeerd voor indiening en/of waarschuwingen die geen hinderpaal vormen voor indiening. De jaarrekening kan vervolgens worden neergelegd via de knop Indienen, indien ze tenminste geen fouten bevat. U kan de gegevens van een eerder opgemaakte jaarrekening alsnog wijzigen door te klikken op de drie verticale stippen en er te kiezen voor gegevens van de jaarrekening bewerken. Vergeet niet om alle wijzigingen nadien ook op te slaan en te valideren. Als de neerlegging correct is verlopen en nadat de betaling is ontvangen, wordt de jaarrekening gepubliceerd. Voortaan kan iedereen ze raadplegen via de consultpagina op de website van de Nationale Bank van België. Wilt u graag nog meer weten over het neerleggen van de jaarrekening? Bezoek dan zeker de vernieuwde website van de Balanscentrale of abonneer u op het YouTube-kanaal van de Nationale Bank van België.